Een hele goede morgen, goede middag, wanneer jullie ook dit filmpje zien. Welkom bij ons uitlegfilmpje van de challenge nummer 34 alweer. En dat is de maand oktober. Ik moest even nadenken, 34 alweer jongens. Superleuk. Vandaag ga ik een creatie met jullie maken en ik heb een uitdaging voor jullie. En daarvoor hebben jullie de hele maand de tijd om deze te maken. Onze sponsor voor deze challenge is Hobby Compleet de Duif. En ik ga met jullie aan de slag. Ik ga eerst het kartstok even opnoemen wat wij gaan gebruiken. Ik heb A. En A is 10,5 bij 26. Ik heb B en die is 13 bij 6,5. Ik heb C, die is 11 bij 10,5. Ik heb D, die is 12 bij 5. En ik heb E, die is 11 bij 9. Ik heb 0,5 strookjes gemaakt. En ik heb twee tekkies gemaakt, afgesneden, want ik ga alleen de bovenkant gebruiken. En die heb ik met onze label tag gebruikt, 21494002. Daarvoor heb ik uiteraard ook mijn rondjes gemaakt. En die heb ik alweer teruggelegd. Zal ik hem er even bij pakken. Dat is de nummer 663150. Dat ik al weer opgeruimd. Ik ga mijn randjes af beinkten met de Distress Oxide Vintage Foto. En ik ga nu even het designpapier opnoemen. Ik ga werken met de alpaca papier. Maar de alpaca ga ik niet gebruiken daarop. Ik heb A. En dat is 12,7 bij 6,2. En die heb ik twee keer. Ik heb vier keer B. En B is 10,7 bij 1,7. En ik heb acht keer, ja, het zijn hoe klein ze zijn. 1,7 bij 1,7. Acht keer, dat is C. Ik heb D. En D heb ik twee keer, die is 10,7 bij 10,2. Ik heb E. En die is 10,2 bij 1,7. Dan heb ik F en die is 11,7 bij 4,7 één keer. En ik heb G, ja, die is 10,7 bij 8,7. Volgens mij hebben we aardig wat om te gebruiken. Ik heb nog wat leuks hier aan de zijkant liggen. Dat laat ik straks zien als mijn creatie af is. Ik ga het even aan de kant leggen, wel zo makkelijk om te gebruiken straks. Want we gaan A erbij pakken. En dan moet ik even mijn voorbeeldje naast me neerleggen. Oei, doei, doei, oei, oei, oei. Waar hebben we die gelaten? Tuurlijk, andersom. Op de voorkant had ik hem geschreven. Want we gaan een lineaal pakken. Lineaal... Echt ook verstopt bij mij. Uiteraard. Een lange lineaal. En een potlood. En daarvoor gebruik ik een mutsenclubby potlood. Ik ga hem in de omhoog leggen. Dus de smalle kant voor mij. Die ligt horizontaal. En ik ga mijn lineaal aan de onderkant neerleggen. En daar ga ik eerst, die is 10,5. Een streepje zetten links op 2. En vanaf de rechterkant ga ik hem ook op 2 centimeter vanaf de kant. Dan is die 8,5. Dat ga ik aan de bovenkant ook doen. Leg mijn lineaal weer even neer. Op 2. En op 8,5. Dan draai ik mijn papier een kwartslag. Dan ga ik mijn streepjes met elkaar verbinden. En we gaan hem een lijn trekken.
Draai hem even half. Vind ik makkelijk. Ik kijk liever erop dan dat hij aan de andere kant naar me toe ligt. En misschien komt dat ook door mijn bril. Ik ga deze lijnen ook met elkaar verbinden. Dan draai ik hem weer terug. Nee, ik laat hem eigenlijk even liggen. Sorry, laat hem liggen. Ik ga weer mijn liniaal hier neerleggen. En dan leg ik mijn rechterkant op 26. En dan ga ik een streepje zetten op 24. Ik ga een streepje zetten op 22. En dat doe ik aan de andere kant ook. 26 is tot 24 en 22. Nu ga ik deze, nog even weer zo voor me, lijntjes met elkaar verbinden tot aan de potloodstreep aan de linkerkant en vanaf de potloodstreep aan de rechterkant. Dat ga ik hier ook doen. Pak even mijn liniaal, even goed op de randjes. Dan draai ik hem weer terug. En dan ga ik hem in het midden ga ik hem op 13. Oftewel, laat ik hem langs de potloodstreep leggen. 13. En ik doe hem aan deze kant ook vanaf rechts op 13. En deze ga ik binnen de potloodstrepen ga ik die verbinden. Ik ga hem straks nog even goed laten zien en opnoemen voor jullie. Vanaf de potloodstreep gaan wij aan de binnenkant gaan we 2 centimeter omhoog. 2 centimeter. En dat doen we aan deze kant ook. De potloodstreep ligt op 4, 2. Draai ik hem weer om. En dan ga ik hem van zijkant naar potloodstreep 2 centimeter. Van potloodstreep naar zijkant 2 centimeter. Oké. Wat hebben we gedaan? We hebben hem eerst. Heb ik een boven... En onder aan beide kanten 2 centimeter streep gezet. Dan hebben we de lange lijn hebben we daarvoor doorgetrokken. Toen heb ik hem kwartslag gedraaid. Dan heb ik zowel aan de bovenkant 2 en 4 centimeter, 2 en 4 centimeter. Hebben we met elkaar verbonden. Die gaan wij tot aan de streep gaan we doen. Vanaf deze kant, van de rechterkant naar deze potloodstreep is 13 centimeter. Daar zetten we een potloodstreep in het midden. En vanaf deze potloodstreep naar deze potloodstreep is weer 2 centimeter. Net als die. En die gaan we dan ook doen. Luister. We gaan. Zet even een klein streeppijltje daarna. De buren zijn aan het barbecuen. Oh, wat kan dat ruiken als je dat zelf niet doet, hè, in huis. Ik heb de potloodstreep. Een pijltje neergezet. Bij deze potloodstrepen. Die gaan wij rillen. Dus ik ga even mijn rilpen erbij pakken. Ja, heb ik. Dus ik leg hem nu weer voor me. Ik ga hem nu op de potloodstreep leggen. En ik ga mijn lijn ga ik op mijn potloodstreepje rillen. Tot aan de eerste potloodstreep en vanaf mijn potloodstreep naar buiten. Nou, dat is niet zo moeilijk. Gaan we zakken. Dan leg ik mijn liniaal weer net iets onder mijn potloodstreepje, want ik wil op de potloodstreep rillen. En dan ga ik de binnenlijn ga ik rillen. Dan ga ik hem even voor mijn... Omdat het voor mij makkelijker ziet draaien. Zodat ik die vierkantjes nu boven heb. Dan ga ik weer mijn liniaal langs die potloodstreep. En ik ga weer van de zijkant naar de eerste potloodstreep in het midden. En van de potloodstreep naar buiten gaan we die rillen. Dan pak ik de volgende. Ik leg hem altijd dan op een hele... Zodat die parallel loopt. Ietsje omhoog. Ja. Ga ik hem weer tot aan de potloodstreep. Van het potloodstreep die 2 centimeter rillen. Dus we hebben nu net deze
gerild. De middelste, deze hebben we gerild. Nu ga ik hem van hier tot aan de eerste potloodstreep insnijden. Ik leg mijn liniaal weer langs de potloodstreep. Pak mijn mes. En ik ga hem insnijden. Tot aan de eerste zijstruik. Dan draai ik hem even om. Puur voor mezelf. Dat ik dat prettiger vind. Ik ga hem langs de lijn leggen. Ik ga hem vanaf de eerste kleine vierkant. Tot aan de laatste zijkant. Potloodstreep insnijden. Leg het mes even weg. Ik heb nu beide delen ingesneden. Dan ga ik even mijn gum erbij pakken. Dat mijn A weg is. En mijn lijntjes even. Dan zie je daar straks niet zoveel van. Maar het is net even netten. En mijn pijltjes even wegzetten. Het is trouwens nu zaterdagavond 16 augustus terwijl ik deze opneem. En misschien hebben mijn mensen deze al eens een keer gemaakt. Ik had er een ideetje mee en dacht van, nou, dan ga ik die basis daarvoor gebruiken. Oké. Ik draai hem om, want dit is mijn mooie kant. De buitenkant gaat... Nou, ik draai hem niet om, ik ga hem gewoon zo doen. Gaat naar beneden. De middenlijn wordt een berg. Ik doe het gewoon heel rustig, hè, want ik heb hem natuurlijk niet zo heel strak gevouwen. Of gerild, laat ik het goed zeggen. Deze gaat naar, is ook een berg. En dit is een dal. Gewoon even op je gemak. Met begeleiding gaan we eventjes rillen. Vouwen. Rillen hebben we al gedaan. En als het goed is, leg ik de onderkanten nu goed op elkaar. Dan ga ik hem met mijn vingers even doorvouwen. Naar boven toe wrijven. Dan pak ik de vouwbenen bij. En dan ga ik even nog deze strak invouwen. Ik had hem net mijn dummy gemaakt twee keer. Van heel dik papier en dat ging heel stug, dus ik had zo van, ik kan beter deze gebruiken. Nou hebben we dit. En als dat goed is, hebben jullie dat ook. Dus de eerste was een berg, de tweede was een dal. Deze zijn bergen en in het midden is ook een berg. Zo, nou. Voordat we verder gaan, leggen we hem even aan de kant, want... ik heb hem lekker door elkaar gegooid. Want dat is altijd prettig om te werken. Ja. B. B gaat een pocket worden. En die komt aan de voorkant. En die wil ik op de smalle kant. Op de lange kant. En smalle kant wil ik een 0,5 strookje plakken. Maar ik wil hier een hapje uit. En ik wil dit keer niet een rondje of zo. Ik ga daar even het midden van opzoeken. B is trouwens. Ga ik even weer omdraaien. 13 bij 6,5, dus 13, is dan 6,5 is dan de midden. Dan ga ik daar 1, 2 centimeter naar links en 1, 2 centimeter naar rechts. Dus ik zet vanaf, hier ligt hij op 0 naar 13, op 4,5 een streepje. 6,5 was het midden en ik heb hem op 8,5 gedaan. Want 6,5 is 13. Ja, oké, klopt. Dan ga ik hem vanaf deze kant
ga ik hem 1 centimeter bij alle drie de streepjes ga ik even 1 centimeter doen. En we doen dat allemaal op de achterkant tekenen. Dus daar zie je straks niks van. En dan ga ik deze op de 1 centimeter eventjes afvinken. Dan ga ik zo'n kleine centimeter weer terug. En dat doe ik aan de binnenkant ook. Dus ik heb nu een streepje gezet op 4,5, 6,5 en dan 8,5. 1 centimeter naar allebei de kanten heb ik dus alle drie een streep gezet. Dan ga ik van de eerste puntje een centimeter terug en vanaf de laatste puntje centimeter terug. En waarom doe ik dat? Want ik wil hem van verbinden. Ik wil dus een hapje eruit. Dan heb ik deze dus. Dus dit is 2 centimeter. Ja. En de buitenkant is 4 centimeter. En dit stuk ga ik eruit knippen. Pak ik mijn schaar. En dit is B. En dat doen we nu voordat we de 0,5 strookjes erop gaan plakken. Dat doe ik aan deze kant ook. Kijk, dan heb je een hele leuke uithang. Maar, ik wil natuurlijk ook mijn dessinpapiertje zo hebben. En daarop komt mijn dessinpapiertje. En dan moet ik even kijken voordat ik ga liggen. Komt B, nee, D komt daarop, sorry, D. Even zoeken. D, 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 D. A, B. Kleintjes is C, D. Hier, F komt. F komt hier niet op. Wat komt hier op? Jawel, komt A. Komt A op. Moet even goed nadenken hoor. Er komt A op. A komt hier op. En A die is 12,7 bij 6,2. Dus A komt hier bovenop. Dan leg ik mijn dessinpapiertje zo neer dat je aan alle kanten evenveel bruis ziet. Dan draai ik hem om en dan ga ik hem even aftekenen. Nu ga ik dit eruit knippen, maar dan gaan we een klein strookje onder de potloodstreep doen. Zien jullie? Ook aan deze kant ook. En dit ook aan deze kant ook. Recht toe, recht aan. En als het goed is, staat de prullenbak naast mij. Dat is deze. Precies. Nou, helemaal top. Hier zou nog een heel klein stukje eraf kunnen. Heel klein stukje in het midden. Dat lukt niet zo, ga ik het tellen. In het midden, zei ik. Dan doe ik hier ook nog een klein stukje in het midden. Ik ben wel een zeiker, hè, erin. Dat zien jullie. De ene keer denk ik van, nou ja, het is handwerk, dus is prima. Maar ik vind dit net niet mooi genoeg. Ja, goed. Maar, ik pak ook nog even C erbij. En dan draai ik mijn basiskaart om terug, even om. Want een C is... 11 bij 10,5 en die komt hierop en dan komt hier aan de bovenkant komt die. Dan hebben we deze netjes afgetekend. Dus ik ga hem gewoon een beetje verdelen dat ik denk van nou dat stukje wat hieruit is ligt aardig in het midden. Dan ga ik deze gewoon aftekenen want we hoeven nu niet opnieuw uit te rekenen.
En dan ga ik even kijken op het oog of mijn oog een beetje wilt meewerken. 3,4. Ietsje verschil, maar redelijk. Zit er een 1-2 mm in. Nou, dat vind ik wel prima. En dan knip ik die ook alvast weg. Want straks, als ik de eerste pocket ga plakken, kan ik dat er niet meer bij doen, hè? Dan heb ik dit alvast geknipt. Dan leg ik hem gewoon weer even weg. Want dat hebben we dus nu gedaan. Dus ik draai hem weer terug. Nou, ga ik eerst even mijn designpapiertje even beinken. Ik kon het wel eerder doen, maar ik denk van ja, weet je, ik moet nog een stukje knippen en zo. En nou, ik heb veel plakwerk, maar heel veel ril en dingen hebben we niet. Dus dat kan makkelijk even tijdens de uitzending. Laat hem ook even hier liggen. Ga ik het designpapiertje plakken. Het zijn allemaal lijfjes die voorbij komen nu op dit moment terwijl ik aan het opnemen ben. En dan gaat mijn telefoontje af. Krijg ik meldingen van. Designpapier hebben we geplakt. Dus nu pak ik even mijn Dutch Doobie-Doo erbij. En dan ga ik hem aan de korte kant lijm doen. Aan de lange kant ga ik lijm doen. En ik ga hem aan deze kant doen. En dan pak ik dan even een strookje. Pak ik eerst op de korte kant. Pak ik een strookje, die plak ik op de lange kant tegen het strookje aan. En dan pak ik weer eentje en dan doe ik de korte kant. Dat is zodat mijn tekkie straks lekkerder er doorheen gaat. Dan knip ik de overtollige knip ik even af. Dat hebben we natuurlijk niet nodig. Deze ook. Dan pak ik nu hem weer op. Mijn opening komt naar rechts. Dus hou daar rekening mee. Maar ik kan ook naar links hoor, wat je zelf wilt. Je kan hem ook om naar boven doen. Hè? Je kan hem ook zeggen van nou ja, ik ga hem niet aan de zijkant laten doen. Ik ga hem aan de voorkant doen. Dat kan ook. Maar deze komt op de voorkant. Op het middenstuk gaan we die plakken. Dan zie ik dat die hier een klein stukje breder is. Valt dat erg op? Nee, dat valt niet op. Dit hier tegen de kant aan, ja. Dat valt niet op. Dus dat kunnen we gewoon laten zitten. Voor mijn kaart heeft dat geen belemmering. Dus dat laten we lekker zitten. Oh, die past niet, Bianca. Nou, dan gaan we eerst deze even afmaken aan de voorkant. Want aan de voorkant hebben we natuurlijk die strookjes van B. En B is 10,7 bij 1,7. Die komt hier en die komt hier. En dat leek me dan leuk als we dat hetzelfde hadden. Zo heb ik het patroontje ook zo naar beneden gedaan zonder bloemen. Even de randjes weer een beetje beïnkten. Dus 1 keer B van 10,7 bij 1,7 komt aan de zijkanten. Andere lijm. Toevallig pas weer gevuld. En ik zie dat ik hem ga opraken erin. Dus ik moet eerder weer bestellen. Deze kant. En jullie zien dus dat ik die hoekjes dan over heb. En daar heb ik die kleine 1,7 voor. En dat waren er 8. Stel maar uit. Voilà. Het is wel een beetje vol hier, hè, jongens. Aan de zijkant van mijn bureautje. En dan laat ik mijn streepjes doorlopen zoals de voorkant van beide is.
Dat is wel zo mooi. Tenminste, dat vind ik mooi. Nu gaan we priegelwerk doen. Tenminste, voor mijn handen is dit priegelwerk. Dus ik pak mijn pincet erbij. En ik plak hier mijn strookjes door. Pak hier ook mijn pincetje voor. Op. Kom aan. Iets te enthousiast met lijm. Iets verschoven per ongeluk. De rest leggen we even aan de kant. Want in deze pocket komt natuurlijk een tackie. En in de tackie is D. D is 12 bij 5. Die komt hierin. Oké, D moet zo hierin. Even kijken of die past bij mij. Want anders moet er een stukje af. Ik denk dat die bij mij net een stukje af moet. Of niet? Even kijken hoor. Ja, ik ga er een randje afhalen. Oh, mijn vierkantje was nog niet droog. Beetje ongeduld. Ik moet er een stukje afhalen. En beter een stukje eraf dan erbij. Dus ik ga even kijken. Probeer het ook. Hè. Het is net, straks is het net jouw... Zeg maar die 0,5 even ietsje scheef geplakt of zo. Dat kan. En dan past die gewoon niet zo lekker er meer in. Dan heb ik een brede kant en ik heb een smalle kant. De smalle kant heb ik straks nodig. De brede kant ga ik gewoon hier zo opplakken. Over de dinges heen. Want daar komt straks een dessinpapiertje. Ik had hem ook smaller kunnen maken. Maar ik hou wel van een beetje houvast. Die ga ik op het oog, ga ik die plakken, zo aan de kant, zo op het oog, in het midden. Laten we dit even drogen. Dan heb ik hier alvast twee rondjes gemaakt. Dan doe ik daar even een paar stipjes dus doobidoolijm op het top, top. Pak mijn pincetje, doe daar mijn rondje op plakken. Draai hem even om, al heb ik geen dessinpapiertje aan de zijkant. Dit steekt uit en is het toch mooier als je daar toch even je rondje op hebt. Wat wel vervelend is, is dat je met deze ziet. Dus die moet even weggegumd worden. En daar komt dus zijn papiertje F op. Kijk. En die is nu iets te lang. Er moet een klein stukje af en dat klopt. Want ik heb mijn tekje een stukje in mijn potten. Dus ik haal weer. Even een heel klein strookje eraf. Nou, top. Niks meer aan doen. Oh, jawel. Ik moet hem beinkten en ik moet hem nog plakken. Een beetje weer. En dan doen we de randjes netjes beinkten. En dan doen we daar weer andere lijm op. Kribbel ik even mijn hoofd. Nou, als het goed is, hoop ik dat hij een beetje droog is. Even heel voorzichtig erin doen, want ik heb natuurlijk... Kijk, dan steekt hij zo uit. Dan heb ik aan één kant uitsteken. Dan heb ik, als ik hem plat leg, heb ik hier nog twee vierkantjes over. Nou, dat vind ik dus niet zo mooi. Niet dat je het ziet als je hem opvouwt, maar als je hem los doet, zie je dat dus wel. En daar heb ik dus nog van die kleine vierkantjes. En ik wil alleen het streepje hebben. Deze kant ook. Ook zo plakken. Dan draai ik hem om. Want ik heb hier die streepjes, die vierkantjes. En ik heb hier ook de lange strepen. En dat is dan wel zo mooi, zodat we dat ook plakken. Dus ik ga even mijn randjes beinkten. En dan heb ik hier nog een streepje. Beneden. En een blokje. Die komen hier. Nou, vergeet het kantje. Ik kan het nog
de inkten. En dan moet ik, oh ja, ik wou net zeggen. Is goed, dus heb ik hem dan nog eentje. Dat klopt. En dat doe ik dan hier. Die komen daar. En dit is dan bloem, maar dat vind ik dan op zich niet zo erg, want het is aan de binnenkant. Het is gewoon voor het idee dat daar wel even wat lijm, dessinpapier op zit. Lijm ga ik nu smeren. Dus die komt aan deze kant, aan de buitenkant. Deze komt aan die kant, aan de buitenkant op. Zo. Nu doen we weer even met mijn pincet. Getikketet met mijn pincet. Dat kan ik eventueel een beetje zo doen. Voor mij een iets makkelijker. Oh, mijn handen worden wakker. Dan komen ze omhoog. Hallo, kleine. Dag Angel. Kom even bij het mandje hier op de kamer liggen. Ik ga even de boel verbouwen. Dat kan ook. Dan heb ik hier aan de binnenkant mijn A. Die we net dus dubbel hadden. Kijk, en die komt aan deze kant. Dan zie ik dat die hier een beetje scheef loopt. Wat heb ik daarmee gedaan? Ik heb geen idee. Dus dan ga ik wel even wegmaken. Er zat een kronkeltje in. En die ga ik ook weer inkten. Dus we hadden A hadden we twee keer van de dessinpapier, 12,7 bij 6,2. En die gaan we dus nu nog een keertje hier plakken. Aan de binnenkant. Oké. Dan draai ik hem om, want mijn achterkantje moet natuurlijk ook. En we zijn nog steeds aan de binnenkant bezig. En aan de binnenkant heb ik twee keer D. En heb ik nou echt E. Heb ik nou één dessinpapiertje bij? Oh, ik denk het. Nou ja, dat is toch ook raar. Die komt aan deze kant. Dat het streepje niet nu horizontaal is en daar verticaal, maakt niet uit. Deze is te breed, uiteraard, want daar moet een kotter op. Maar daar kunnen we een stukje van afhalen. Eerst even deze beinkten. Wat zei ik? D. D is 10,7 bij 10,2. Je ziet het verschil niet zo goed. Je moet even goed opletten als je hem gaat plakken. En waarom ik deze te groot heb, ik weet het niet. Maar die moeten we nog even aanpassen. En de werkbeschrijving is nog niet gemaakt, want ik werk vanaf een platje. Dus dat is mooi meegenomen. Dan staat het, als jullie hem straks hebben, wel goed erin. Want deze is 6,3. Hoe breed is deze? 6. Dus deze kan ook op 6 afsnijden. Hop, hop, hop. En dit was 1. En die moet dan 6. 6 bij 1,5 zijn. Beter, hè? Gelukkig. Vond het al raar. Denk, nou, dat kan dan niet. Maar volgens mij is dit vandaag mijn derde filmpje die ik aan het opnemen ben. Dus het kan zomaar zijn dat ik het gewoon even fout heb. En dat ik, dus dat is het probleem niet. Nou, dat hebben we vastgevouwen. Even kijken. Heb ik hier iets doms gedaan? Nee, ik heb niks doms gedaan. Oké, gelukkig. Nou, dan hebben we de binnenkant gedaan en de zijkant. Heb ik hier achter ook. Kijk, hier komt het dessinpapiertje op. Maar hier komt... Oh, kijk, ik heb wel mijn dessinpapier gevonden. Maak ik mijn druk, jongens. Hier komt natuurlijk mijn pocketje. En die hebben wij het hapje al uitgehaald. Dus ik ga hier nu mijn dessinpapiertje opleggen, op neerleggen. Dat ik aan alle vier de kanten weer hetzelfde heb.
draai hem om. En ik ga hem weer aftekenen. Ik kan ook zeggen afsnijden, afvinken, aftekenen. En dan ga ik hem weer onder de potloodstreep ga ik hem knippen. Kijken of ik tevreden ben. Ben ik tevreden? Dan gaan we hem afmatten. Deze kant weer een klein stukje aan de binnenkant. Ik ben niet goed in de recht knippen. Ik kan dat ook niet uit de losse pols knippen. Dus dat, daarom moet ik altijd wel een lineaaltje erbij. Of wat dan ook bij mij. Zelfs mijn auto, mijn nieuwe auto. Het is nieuw. Mijn vorige auto was overleden in november. Het nieuwe, een kleinere. En hoe ik het doe, doe ik het. Maar ik krijg hem altijd scheef in het vak. Altijd. Denk ik, hoe is het mogelijk? Nou, hier ben ik tevreden over. Ga ik mijn randjes weer beinkten. En ik vind het altijd leuk als het er wat meer uitloopt. Hè? Het hoeft niet alleen het randje te zijn. Ja, ik hou daarvan. Zie je, lekker een beetje. Deze heeft Debbie gemaakt voor haar dochter. En die met alpaca's hebben geloofd met een vrijgezellenfeest. Maar ik moet zeggen, je kan het zonder die alpaca heb je ook een ontzettende leuke. Als je met bruin werkt zo, een hele leuke vintage-achtige papier. En daar hou ik dan ook weer van. En ik moest kiezen, wat ga ik ermee doen? En ik moest nog een kaartje voor Debbie's dochter maken. Toen dacht ik van ja, wat is er dan leuker als ik dan ook dat papier ga gebruiken? Ik had al een doosje, maar ik denk dat is helemaal niet handig. Onze planning is weer helemaal anders. Ik ga nu aan de zijkanten waar niet een hapje uit is. En aan de onderkant waar geen hapje uit is weer 0,5 plakken. Maar goed, ik zou dus vertellen, ik had een doosje. Dat is niet zo heel erg handig, want ik ga er niet heen. Want wij gaan dus precies die nacht op vakantie. Dus ik ga niet die dag daarvoor naar Nijmegen. Dat was wel mijn planning om dat te doen als verrassing om erheen te gaan. Dus nou ga ik een kaartje doen. En ik heb iets leuks. En dat zien jullie straks. Toen dacht ik, hoe leuk is het dan om deze challenge kaart daarvoor te gebruiken. Dus vandaar dat ik dit papier heb op mijn voorbeeldkaartje. Tijdens de live van 1 oktober gebruik ik natuurlijk gewoon het nieuwe designpapiertje weer van de maand oktober. En welke het is, ik heb nog geen idee. Maar dat is ook niet belangrijk. Dat zien we dan wel weer. Nou, ik heb alle 0,5 geplakt. Dan knippen we de overtollige weer af. Deze zijn nu te klein, dus die kan je niet bewaren. Overige die je over hebt en die nog lengte genoeg hebben, bewaar die in een bakje. Als tip van Flip, of hoe we het ook noemen. Want als je dat bewaart, dan kan je de volgende keer als je denkt, oh chips, ik heb dat nodig in die kleur. Want wij gebruiken veel zwart en wit en bruin. Dan heb je altijd wat voorraad. Heb je het niet, kan je het weer snijden van overgebleven papier. Nou, die komt op de achterkant dus op mijn creatie. Ik heb hier nog een stukje over. Daar komt die 0,5 op. Maar die is te groot, zoals net. Want die moet 6 zijn. Dus ik ga die even op een 6 snijden weer. Even kijken hoor. Oh, en dan ga ik straks lekker mijn bureau opruimen. En dan ga ik morgen weer verder met mijn volgende creatie. Zo. Want we hebben nog veel leuke dingen in petto voor jullie. Hier komt even mijn strookje op. Wel zo leuk als dat mooi loopt. Nou, even drogen. Dan pak ik E bij. En E, die is mijn kartstok is 11 bij 9. En dan heb ik designpapiertje G bij. Die is 10,7 bij 8,7. Nou, die past er perfect op.
Maar ik wil natuurlijk uiteraard weer mijn tekkie erop zetten. Pak ik weer even mijn grotere Dutch Doobidoo lijm. Met een grotere tuut. Tuut, tuut, tuut. Groetjes van Ruud. En dan ga ik hem er eventjes kijken of ik hem erop kan krijgen. Ga ik even, dat hij moet drogen, weer stipjes zetten voor de laatste rondjes. Niet het laatste rondje, voor de laatste rondjes. Ik heb hem hier liggen, dus ik ga deze liggen doen. Heb ik daar net over nagedacht? Nee, daar heb ik net niet over nagedacht. Ga nog wel even mijn E uitgummen. Doe de Dutch Doobidoo lijm weer dicht. Andere aan de kant. Natuurlijk straks nog wel een leuk linkje ook er doorheen. Die heb ik nog niet klaargelegd. Maar goed, dat is de aankleding. Dat hoeft niet, dat kan. Als je dat leuk vindt. Ik denk dat ik dat nu wel ga doen. Pak mijn gewone lijm voor de dessinpapier wat wij plakken. Moet ik ook even de tuut van schoonmaken, zie ik. En dan plak ik daarop mijn dessinpapiertje weer. Nou hebben we niet gemeten, jongens. Oh, hij past. Zie je? Bij de vorige moesten we echt passen, maar hij past. Dan is dit de kaart. En ja, je kan aan de achterkant, en misschien ga ik dan wel doen, want ik heb ruimte genoeg. Toch ook nog even een dessinpapiertje. Dan moet je ziet een klein stukje eruit. Dus eigenlijk zal je G twee keer moeten. Dat gaan we gewoon twee keer doen. En dan doen we F ook twee keer. Komt op de strookje te staan. Dus hebben jullie naar het begin gezien, dan weten jullie dat we dit al op de juiste dingen hebben staan. Ik vond het leuk, omdat ik geen alpaca heb, maar ik heb een bruidspaadje gemaakt. En kijk hoe leuk de muisjes, die ga ik hierop verwerken. Komt hier uiteraard een leuk stempeltje erbij. Een man en een vrouw. Hier komt het tekkie straks eruit. Dus plak hem niet daar vast op je tekje, maar echt in het midden. Hij kan zelfs nog iets naar elkaar toe. Je moet maar even kijken hoe je dat doet. Ik ga dat zo lekker doen. Komt hier nog een leuke tekststempeltje erop. En dan ga ik hem leuk verwerken. Dus die ga ik er later op doen. Dit is mijn challenge kaart uitdaging voor de maand oktober. Ik zie dat de zijkant er nog niet goed droog is. Even nog goed drogen. Zo. En daar komt dan de tekkie uit. Dat je wat kan schrijven. Of eigenlijk andersom moet die. Dat je er wat op kan schrijven. En aan de voorkant de tekkie. Ga nog even aan de achterkant het dessinpapier. En ik ga hem leuk oppimpen. Ik ga een leuke tekst erbij doen. Ik ga misschien nog even een leuk hatje of wat dan ook. Maar dit wordt mijn kaart. Mijn uitdaging voor jullie. Foto's staan online, zodra deze ook online gaat. Dus genoeg inspiratie. En ik zou zeggen, toi toi toi. De maand challenge wordt gesponsord door Hobby Compleet de Duif dit jaar. Dus ook de maand oktober weer. En ik zeg heel veel plezier met maken. Dank jullie wel dat jullie erbij waren. En Debbie en ik kijken uit naar jullie mooie creaties. Doei doei!